Yes. Ik ben vandaag hier bij u om het tweede goede nieuws te brengen. En dat is dat Apache vandaag gaat announcen om 9 uur dat ze de tweede fonds hebben en dat Sapakara ook een significante oliefonds is. Dat is heel mooi nieuws. Het tweede mooie nieuws is dat ze gelijk doorgaan met de derde put. En de derde put gaan ze boren tussen Sapakara en Makaïn. Dus de kans dat we daar weer eentje hebben is bijzonder groot. Maar we hebben nu in ieder geval de tweede. Gefeliciteerd. Volk van Suriname, nadat we weken in de griep zijn gehouden, of nog steeds in de griep zijn van corona, heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt weer elke keer dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten, dat de grote man daarboven ingrijpt. Meneer Elias en team gefeliciteerd, het is geweldig. Apache en partner gefeliciteerd, maar bovenal volk van Suriname gefeliciteerd. We zullen heel snel bij elkaar moeten komen, want dit wordt nou echt een beetje heel veel geld voor dit klein land. En al de doemdenkers die al spraken over devaluatie en de negatieve berichten, laten we dit gedeelte afsluiten. Laten we bij elkaar komen als Surinamers en laten we kijken hoe wij nu en vooral voor de toekomst een regime neerzetten dat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen. Met versterken uw aramara, dan begin je ons samen met de directeur van de staatsolie, naar de president-commissaris Chacon Jatide, en met versterken Sarnang, met versterken staatsolie, met versterken uw aramara, mi breti, love up. Laten we elkaar ondersteunen om dit geld samen te managen. Thank you. Ja, het is natuurlijk een prachtig moment. In toch deze moeilijke dagen waarin de hele wereld vecht tegen COVID. Dat is ook de reden waarom we het heel erg sober hebben gedaan en waarom we nu op minimaal 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar met elkaar moeten communiceren. Maar het is gewoon een hele prachtig moment. Niet alleen voor staatsolie, maar vooral voor Suriname. Het is de tweede fonds, Sapakara. Een heleboel mensen zullen gaan vragen, van, is het groter dan die eerste? Is het beter dan die eerste? Tussen allebei zijn ze significant. We moeten nu allebei gaan rekenen over hoe groot ze precies zijn. Dus we kunnen nu nog niet zeggen of de een groter is dan de ander. Wat ik u wel kan zeggen is dat we gelijk bezig zijn met de voorbereidingen voor de derde put. En de derde put, dat wordt Kwasi. En dat is een put die tussen Sapakara en Makaïn ligt. Dus de kans is heel groot dat als er in Sapakara olie is en als er in Maka olie is, dat er tussenin ook olie is. Want het is ook weer recht boven het reservoir. Blok 58 is ongeveer even groot als Trinidad. Het is gewoon om jullie een idee te geven hoe groot het is. En binnen dat blok hebben we meer dan 50 prospects gevonden waarvan we denken dat als we daar gaan boren dat we olie vinden. Dit is nu de tweede die we geboord hebben en het is de tweede keer raak. Dus we zitten nu op 100% hit. De derde komt eraan. Daar gaan we nu naartoe. Dat is Kwasi. En daarna ongetwijfeld de vierde. En na de vierde gaan we kijken waar gaan we een appraisen. Hoe gaan we de ontwikkelingen maken. En het is allemaal gewoon ontzettend goed nieuws voor Suriname, voor de toekomst. En ik hoop nu dat iedereen toch wakker wordt. En dat we zeggen van, we weten nu dat we de tweede grootste significante oliefonds hebben. Misschien komt er wel een derde, een vierde, een vijfde. Kijk naar Guyana, daar zijn er 13 tot 14 achter elkaar gekomen. Dat we een keer gaan praten met z'n allen om te kijken hoe gaat de verdeling plaatsvinden van het geld wat we binnen gaan krijgen met de olie. Hoeveel gaat in het fonds en hoeveel gaan we consumeren en besteden aan ontwikkeling. Met deze tweede oliefonds, nogmaals, misschien dat er een derde en een vierde achteraan komt, nog dit jaar. Exxon die gaat ook samen met Petronas boren in blok 52. Dat is niet zo ver
van waar Apache nu aan het boren is. Ook daar zijn we hoopvol. Tullo heeft in blok 47 een put, nog dit jaar. En dan ergens begin volgend jaar Cosmos. Bij de eerste fonds heb ik al gezegd, Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn. En nu met deze tweede fonds is dat in principe bevestigd. Nu hebben we de mogelijkheid om ontzettend veel geld te verdienen. Er gaat ontzettend veel geld Suriname binnenstromen over een jaar of ik denk dat we over 4-5 jaar dat het eerste oliegeld vanuit de offshore Suriname binnen gaat stromen. Over 7-8 jaar is dat natuurlijk nog veel meer. En Suriname gaat nooit meer hetzelfde zijn omdat we ontzettend veel geld ter beschikking gaan krijgen om ervoor te zorgen dat we dat goed besteden. Maar we kunnen natuurlijk alle richtingen uit en we hebben natuurlijk onze voorbeelden niet zo ver weg in Venezuela. Maar we hebben ook hele goede voorbeelden in de wereld zoals Noorwegen. En wij moeten nu als Suriname en als Surinamers zelf onze weg gaan zoeken over hoe gaan wij meer richting Noorwegen en minder richting landen zoals Nigeria en Venezuela. Volk van Suriname, gefeliciteerd. In het midden van zoveel uitdagingen, in het midden van zoveel dat wij nu zien gebeurt in Suriname, waar we soms onmoedig van raken, maar we weten dat als we het samen doen, onze moeite doen, onze inzet doen, hard werken, dat we op een of andere manier een signaal krijgen van beloning. Dit kan gezien worden als dat signaal, dat we op de goede weg zijn. Dat als je je inzet voor je land en je volk, als je inzet om alles te doen om een zekere mate van welzijn, welvaart te brengen, geluk te brengen naar mensen toe, dat het universum ons de richting wijst en ons zegt, je bent op de goede weg. En ik zou zeggen, met deze nieuwe fonds, Sapakara West 1, blok 58, is zo'n signaal gestuurd. Groot succes, grote felicitaties gaan we ontvangen natuurlijk. Laten we kijken hoe we dit beter kunnen inzetten. Het maximale hieruit kunnen gebruiken. Zodat wij niet als land alleen maar een ieder kunnen helpen in het land. Meer kunnen helpen waar meer hulp nodig is. Maar dat we bewuster worden dat we een gezegend land zijn. En dat deze zegeningen blijven komen, mits wij ons blijven inzetten. Dank u, gefeliciteerd. Ik wil Surinaamse samenleving feliciteren met het grote nieuws dat we daar eerder hebben ontvangen. Met de tweede grote oliefonds in onze wateren, in onze offshore area. Het betekent natuurlijk voor ons als land dat we weer op de wereldkaart worden geplaatst met deze bijzonder positief nieuws. En dat wij als land ook weer hebben waargemaakt waar we staan. Het is bijzonder goed nieuws in een periode van onzekerheid, van moeilijkheden, van uitdagingen. Dat je toch wel deze hebt om later weer goed uit te komen. Natuurlijk een zeer grote uitdaging met een lage olieprijs, een dalende olieprijs. Maar ik denk zeker dat wanneer je deze moeilijke tijden hebt kunnen doorstaan, dat je straks weer, wanneer die olie weer een boost zal krijgen, de wereldmarktprijs een boost zal krijgen, dat het veel voordelen zal hebben voor Suriname. Het geeft ons meer ruimte om goed na te denken hoe wij dit traject tot exploitatie, tot ontginning, wanneer we olie werkelijk uit de grond halen, hoe wij daarmee zullen gaan dealen. Dat biedt ons ruimte, deze uitdagende periode, deze stressperiode, weer een minder positieve periode. Maar dit is een curve waarbij we zeker weer hierbovenop zullen komen als land, als Suriname. En ik zeg altijd, we have to stay alive to enjoy life. Suriname, keep it up.